kun je plaatselijk gewicht verliezen, dus bijvoorbeeld alleen buikvet af. En ik wil strak in benen en billen. Hoe krijg je summer body zonder echt als bodybuilder uit? Ja. En dat zorgt er uiteindelijk voor dus dat die summer body steeds meer gevormd wordt en steeds meer naar boven komt. Maar dat zorgt er net voor dat door middel van die prikkel die ontstaat, dat het lichaam meer spieren kan aanmaken dan dat het eigenlijk zou kunnen in het tekort. Welkom bij Evolve Online, the journey from fat to fit. Wij gaan je op een hele praktische manier leren hoe je slank kan worden en vooral slank kan blijven. Vooral als motivatie en discipline niet jouw beste vrienden zijn. Tijdens onze show behandelen wij verschillende onderwerpen. Verschillende onderwerpen op het gebied van voeding, op het gebied van training, maar nog veel belangrijker op het gebied van mindset en lifestyle. Letterlijk alles wat jij moet weten voor een leven lang slank als 2.0 versie van jezelf. Daarnaast gaan we onze eigen verhalen vertellen en ook succesverhalen van andere mensen, zodat jij kan zien hoe het hen gelukt is. Dus als jij iemand bent die slank wil blijven en fit door het leven wil gaan, maar vooral niet beperkend wil diëten, dan ga jij hier thuis voor. Als jij nu direct meer wilt weten over wat jij kan doen om sneller, lekkerder in je vel te zitten, download dan ons gratis e-book Een Leven Lang Slank. Je vindt de link in de beschrijving hier beneden en dan is het nu tijd voor de show. Zo, yes, dan zijn we weer. Ja, we zijn er weer. Met een nieuwe vraag. Een nieuwe vraag. Weet jij nog? Prima. Hoi, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Dat hoop ik ook. Ik hoor verschillende geluiden. Wat is nou waar? Kan je plaatselijk gewicht verliezen? Bijvoorbeeld, ik wil van mijn buikje af, maar ik wil ook strakkere benen en billen. Wat is nou de snelste weg naar een summer body zonder als een bodybuilder uit te zien? Oké, okay, er zijn een paar vragen. Soort verschillende geluiden, dus je wilt gewoon de waarheid weten. Yes. Ja, logisch dat het erom komt. Goede keuze. Ten eerste, kun je plaatselijk gewicht verliezen, dus bijvoorbeeld alleen buikvet af. En ik wil strak in de benen en billen. Hoe krijg je een summer body zonder echt als een bodybuilder uit? Ja, dus deze vraag bestaat uit meerdere vragen. Ja. Dus we gaan ze gewoon eventjes allemaal één voor één behandelen. Nou, allereerst wil ik sowieso al zeggen, als vrouw zijn, ga je er echt. De kans dat jij als een bodybuilder eruit gaat zien is heel klein. En ook wat extra spul in je lichaam spuiten, zeg maar. Want genetisch gezien, als je gewoon kijkt naar dus de hormonen, de potentie voor vrouwen om spiermassa aan te maken, is vele malen minder dan mannen. Dus gerust, dames, als je wat krachttraining doet, ga je er echt niet uitzien als een bodybuilder. Oké. Dus dat is sowieso al eentje die we kunnen parkeren. Dus maak je geen zorgen. Krachttraining wordt juist bedoeld om het lichaam wat meer te shapen. Je wilt, als je kijkt in de wereld van fitness, wil je eigenlijk heel erg gaan kijken van oké, voeding en gewoon dagelijks actief zijn, wat heel gebruikt om af te vallen, om vet te verliezen. Dat zijn de meest makkelijke methodes. En als je kijkt naar het trainen, is het meer voor de vorm. Dus dat we inderdaad dat de vraag goed zeggen van hey, ik wil strakkere benen, ik wil meer definitie bijvoorbeeld met billen, ik wil echt die summer body, zeg maar. Ja, dat wil je, het shapen van het lichaam, dat wil je doen met trainen. Okay. Dus dat is eigenlijk al een heel belangrijk verschil ertussen. Oké, okay, maar deze vraag komt van iemand die wil gewicht verliezen, ja, plaatselijk. Dus ze wil eigenlijk van haar buikje af, yes, en ze wil strakker benen en billen. Dus stel je voor, zij was jou, jij zou haar coach zijn. Yes. Ze wil vet kwijt en ze wil spieren aankomen. In welke volgorde zou je dit aanpakken? Wat zou een professional zoals jij doen? Ja, dus wat ik eigenlijk al net zei, was eigenlijk een korte introductie hierop. Want als we kijken naar gewoon gewicht verliezen en spieren aanmaken, dat zijn eigenlijk twee verschillende categorieën inderdaad. Dus okay, je zegt van, hey, wat is het volgende? Los van elkaar. Want ze zijn eigenlijk inderdaad los van elkaar, want om gewicht te verliezen willen we minder eten dan dat we verbruiken, waardoor we dus vet gaan verliezen. En aan de andere kant, als we spiermassa willen aanmaken, het lichaam heeft energie nodig om spieren aan te maken. Dus dan willen we juist meer gaan eten. Dus daar zit al een goed verschil in ertussen. Okay. Dus eigenlijk allereerst wil je gaan kijken van oké, okay, hoe zorg ik dat ik afval? Dat is eigenlijk stap nummer 1. En om daarmee te beginnen willen we altijd kijken van hey, om 1 kilo af te vallen, moet je 7000 calorieën in het tekort zitten. Nou, als je kijkt naar een gemiddelde krachttrainingssessie, dat is denk gemiddeld gezien ongeveer 300 calorieën. Nou, dus als we zeggen van hey, ik wil 1 kilo per week afvallen, betekent dus dat we letterlijk iedere dag 2 keer op een dag moeten gaan sporten, iedere dag, om in die 500 tot 1000 calorieën in het tekort te zitten. Dus dat is al direct niet realistisch. Dus vandaar dat ik zeg, als we willen afvallen, dus van haar zou ik eigenlijk eerst gaan focussen inderdaad op dus het gewoon het gewicht verliezen.
zal ik eerst gaan kijken van, hey, kunnen we minder gaan eten en kunnen we de beweging opvoeren? Nogmaals om het voorbeeld even te hanteren van, hey, we willen nou, minder eten, gewoon vooral anders eten, toch? Ja, dus dan ga ik dus nu even iets nuanceren in de zin van, we willen een kilo afvallen, 7000 calorieën. Nou, over het algemeen zeg ik vaak 0,5, omdat we dus, we willen die summer body. Dat op het moment dat we heel veel afvallen, gaat ook alles hangen. Nou, dat willen we niet. Dus vaak is een wat rustigere toeloop naar je doel toe, is vaak wat beter. Zodat het lichaam er ook natuurlijk beter uitziet, zeg maar. Nou, hoe verdeel je dat onder? Dat doe je dus door minder te eten. Dus minder eten wil niet direct zeggen diëten, maar meer gewoon dat je ja, gewoon iets anders gaat eten, waardoor je minder calorieën binnenkrijgt. En je wilt stappen maken. Je zorgt er gewoon voor dat je dagelijks gewoon lekker stappen maakt. En over het algemeen, met voeding gaan we dus 500 calorieën minder eten. En met stappen willen we richting de 10.000 stappen per dag. Dat is een beetje de algemene basis. En natuurlijk voor iedereen is dat eventjes anders, want je moet ook uitgaan van ja, individualisme. Dus iedereen is ook weer even anders, maar dat is een beetje grofweg de basis. Nou, als je dan kijkt naar het trainersgedeelte. Een training zorgt voor een prikkel. Niets meer, niets minder. Dus als je kijkt eens naar het aantal calorieën, is het niet handig om af te vallen daarmee. Je wil het gewoon meer gebruiken voor de spieren. Dus vandaar wordt krachttraining geadviseerd om het lichaam te shapen, omdat dat zorgt voor een bepaalde prikkel. En als we dan gezond gaan eten, dus eiwitten, vitamine, zorgt het ervoor dus dat de shape van het lichaam veel beter eruit ziet. En een goed voorbeeld, is misschien wel een leuke vraag voor jou, is wat is zwaarder? Een kilo steen of een kilo veer? Ja, dat is een grappige vraag. Dat is natuurlijk gewoon precies hetzelfde. Precies, maar als je kijkt, dus als ik het precies voor je leg, dan is de omvang heel anders. Ja, zoveel vet. En maar gewoon een stukje steen. Dat is hetzelfde, en het is hetzelfde inderdaad. Dus wat je dus wilt doen, is dus dat we doen met het lichaam shapen. Dus je wilt krachttraining meer gaan gebruiken om het wat vet, dus wat ze zeggen, strakkere benen, strakkere billen. Dus dat vet doen we door middel van voeding en bewegen. Maar door middel van trainen zorgen we dus voor dat die spieren meer naar voren komen. Als het vet minder wordt, dat de spieren die vorm er veel meer in komt. Dus dat is eigenlijk een hele goede strategie om eigenlijk te beginnen aan je summer body, zeg maar. Oké, maar wat je zegt eigenlijk, als je dan in een deficit, als je in een tekort gaat zitten, dan val je vet af. Ja. En als je spieren wil opbouwen, heb je meer calorieën nodig en de prikkels en dan komen spieren bij. Maar als iemand meer vet zou willen, meer vet heeft dan hij of zij zou willen hebben, kan je dan niet dat vet gebruiken om spieren op te bouwen? Ja, dus dat is inderdaad. Eerst ga je kijken van oké, hoe ziet je lichaam eruit? Moet jij 10 kilo afvallen, moet je 15 kilo afvallen? Dus dat zit ook zo voor iedereen. Ja, dat is voor iedereen. Kijk, als je een heel groot vetpercentage hebt, dan is het eerst de bedoeling om van het vet af te komen en dan pas te gaan beginnen aan spiermassa. Maar stel je voor, je moet maar 5 kilo afvallen, bijvoorbeeld. Je zit nog in die fine line van 5 kilo, maar je wilt ook wel wat strakker worden, et cetera. Dan zou ik alsnog eerst gaan focussen dus op het minder eten, maar dan minder extreem. Dat wil dus zeggen, dus in plaats van 500 kan je misschien 300 calorieën eronder zitten. En in 10.000 stappen zou ik over het algemeen een beetje pushen, gewoon puur om gezond te blijven. Maar dat is weer een onderwerp voor een andere keer. En qua trainen zou ik ook gewoon kijken van, hey, door die prikkel van krachttraining, dat geeft dus de mogelijkheid dat de spieren worden aangemaakt. Dus op het moment als je al wat meer richting je doel bent, kunnen we kijken van, hey, kunnen we iets meer gaan eten langzamerhand, waardoor we de potentie hebben om wat meer spieren aan te maken. En dan heb ik het niet over heel veel, dat noemen we ook wat een dirty bulk, zeg maar. Dus dat we heel veel gaan eten en worden we heel dik en heel groot. Nou, op zich komen wel spieren aan, ook heel veel vet. Maar dan moet je weer afvallen, dus dat is niet een slim proces. Yes, dus als je op het punt bent van, hé, mijn vetpercentage is goed, ben ik tevreden over. En ik wil dus nu echt die stap gaan maken om spieren op te bouwen, dan noemen we het een beetje de main game, als het ware. Ik wilde zeggen, dus je eet net iets meer dan dat je eigenlijk zou moeten op onderhoudsniveau. Yes, dus dat betekent dus dat je in plaats van dus 200 of 300 calorieën in een tekort gaat zitten, ga je juist 100, 200 calorieën in een overschot. Dus het is niet enorm veel. Maar dat zorgt er net voor dat door middel van die teen, die prikkel die ontstaat, dat het lichaam meer spieren kan aanmaken dan dat het eigenlijk zou kunnen in een tekort.
Want in het tekort, technisch gezien, maak je ook, zeker beginners, maak je in het, als ze in het tekort zitten, creëren ze ook een soort van shape in het lichaam. Dat komt omdat het gewoon beginners, dus zodra ze al gewichten zien als het ware en ermee bezig zijn, krijgen ze al wat meer spiermassa. Maar als we het hebben over wat meer, hoe gevorderder je bent, hoe meer je moet op gaan letten op die kleine details. Moet je bij een plafondje komt. Precies, dus ja, dan ga je dus, als je dus op het punt bent dus van oké, ik ben mijn gewicht, mijn vetpercentage is precies waar ik hem wil hebben en het is nu tijd om spiermassa op te bouwen. Dan gaan we kijken van, hey, kunnen we die calorieën steeds wat meer omhoog zetten, maar met hele kleine stappen. Want anders dan zetten we weer direct uit en dan moeten we weer dat hele proces weer opnieuw doen, wat gewoon zonde is. Oké. Dus het is wel zaak om, begeleiding bij te krijgen. Ja, de stap, dat is nummer 1, begint altijd van, oké, wat doen we nu op dit moment? Want je kan niet zomaar aan iets beginnen als je gewoon niet weet van, oké, hoeveel calorieën komen er binnen? Hoeveel eet ik, hoeveel stappen zet ik op een dag? Dus dat is eigenlijk stap 1. De stap 1 is letterlijk gewoon met iedereen wat we altijd doen, als zodra we iemand gaan begeleiden, sowieso alles in kaart brengen van hey, wat zijn we op dit moment aan het doen en het bijhouden. Dus stap 1 sowieso richting je summer body is altijd van oké, wat doe ik op dit moment? Plan. Bezighouden, data verzamelen. En van daaruit kunnen we een plan inderdaad gaan maken van wat is voor jou realistisch. Nice. Ze hebben nu over het belang van trainen gehad en de juiste volgorde. Geef je niet alleen antwoord op de vraag, maar we hopen ook een soort van groot beeld te schetsen voor je. Dus, en naast dat het goed is voor je uiterlijk, heeft trainen. Misschien vind je dit leuk als je dit kijkt, misschien niet. Misschien heb je een haar-liefde relatie. Maar het is ook gewoon heel goed. Dus het, squats het is ook gewoon heel goed voor je lijf, voor je hoofd, voor je immuunsysteem, voor je serotonine aanmaak. Het is gewoon goed voor je lijf. Zullen we eindigen? Of wil je nog even hebben over een paar oefeningen misschien, die mensen direct in de oefening, in de realiteit, in de sportschool kunnen hanteren, voor die benen en billen? Wat zijn nou echt goede oefeningen? Gewoon concreet. Ja, kijk, sowieso de meest concrete oefeningen, wil je gewoon kijken voor ieder onderdeel. Voor iedere spier heeft een ander bewegingspatroon. En dus die moet op een andere manier geprikkeld worden. Vaak denken we, oké, squats leg ik dikke billen van. Ja en nee, want de beweging zelf is meer een kniebuiging. Waardoor dus druk meer komt op, zeg maar, je bovenbenen. Dus de squats is een hele goede oefening voor als je grote of je goede ontwikkelde bovenbenen wilt hebben. En iets minder voor de billen. Dus dan zou je meer kijken naar functies die goed zijn voor de billen. Dus dat is de heupbestemming. Dus de hip thrust is een goed voorbeeld ervan. Dus wat je eigenlijk wilt doen als je kijkt naar specifieke oefeningen, wil je gaan kijken van, hey, zijn er ongeveer 2 tot 3 oefeningen per lichaamsdeel, dus per spiergroep. Dus dan hebben we het over de benen, hebben we het over de quadriceps, hebben we het over de hamstrings, hebben we het over de billen en vaak ook een klein beetje betrekking tot de onderrug, omdat die shape wat mooier is. Dan willen we ongeveer 2 tot 3 oefeningen uitkiezen die we leuk vinden, want je moet wel een oefening doen die je ook wel leuk vindt natuurlijk. Deels ook wel die uitdagen, dus kies niet alleen maar de leuke oefeningen aan, dus er moet een soort van balans in tussen zitten. Wel dat je zin hebt om te trainen, zeg maar. En om die dan te doen, want om een spier echt te laten ontwikkelen, ben je hem ongeveer 2 tot 3 keer in de week prikkelen. Dat betekent dus, we doen bijvoorbeeld maandag doen een biloefening, woensdag doen we een biloefening en vrijdag doen we weer een biloefening. Hetzelfde geldt dus voor de bovenbenen, voor de hamstrings en voor de billen. En goede oefeningen voor de benen wil je echt kijken naar het bewegingspatroon. Dus voor de bovenbenen zou het zijn squats. En dan iedere vorm. Kan een hack squat zijn, kan een leg press zijn, kan een normale barbell squat zijn. Zo'n squatpatroon. Denk ook bijvoorbeeld aan de lunges. Is ook eigenlijk een squatpatroon, maar dan per been, individueel. Voor de hamstrings zit je meer te denken aan de deadlifts. Dus een buiging vanuit je bovenlichaam. Dus naar beneden buigen. Leg curls, dus de leg curls waar je zit en je benen buigt. En eventueel voor de billen denk je dus aan de hip thrust, de glute bridge. Maar denk ook oefeningen dat je de abduction, zo noemen we altijd de bad girl. Een beetje apparaat zeg maar. Je lijkt een beetje body girl, dus dat je zit en dan de benen heen en weer. Dus dat is ook voor de zijkant. Ik denk dat dat een wat andere, even een andere video wat meer kunnen belichten, maar wat zijn de specifieke oefeningen. Maar in principe het belang van training, om een kleine aanvulling aan te geven, is dus qua om je doel te bereiken, is het goed. Het trainen zorgt voor die shape. Ja.
aan die shape die we willen. Dus voor die vormen die we er uiteindelijk, als we het vetpercentage minder hebben, dat we die naar voren brengen. Dus dat het niet gaat hangen, zeg maar. Dat is zeg maar fysiologisch gezien. En dan zijn er dus specifieke oefeningen die je kan doen. Moet je goed kijken per spiergroep. Maar ik denk ook het psychologische effect van trainen heeft te maken met het in ritme blijven. En dat klinkt heel raar, maar vaak merk ik dat mensen, als zij consistent trainen, dat consistent eten, goed eten, dat consistent slapen, dat het allemaal wat beter gaat. Want vaak merk je dat zodra er een verschuiving is in trainingsritme, dus dat mensen niet meer regelmatig trainen, dat ze ook moeite hebben om vol te houden aan hun dieet. Om ook goed te blijven slapen. Dus dat is een beetje die in een soort van vicieuze cirkel naar beneden gaan, waardoor hun ook hun energie voor naar beneden gaat. Want ik ken echt letterlijk niemand die naar de sportschool is gegaan of naar training is gegaan en denkt van, ja, ik voel me echt gewoon shit. Maar nee, zelfs als je gewoon echt slecht voelt, je hebt een drukke dag, dat snap ik, dat het niet optimaal is, maar alsnog ben je trots dat je bent gegaan en je voelt je al vol. Ja, lekker. En dat gevoel, dat is echt een trigger, merk ik echt, dat het of goed gaat of slecht gaat. Dat als dus dat gevoel ontbreekt, is je wilskracht wordt meer uitgedaagd, je slaapt wat slechter, je zit minder lekker in je vel, waardoor je weer vermoeid raakt, waardoor je weer geen zin hebt om aan de sportschool te gaan en dan gaat het alleen maar erger. Terwijl als je consistent gaat blijven trainen, en dan heb ik het ook gewoon even 2 keer in de week misschien maar, dat zorgt ervoor dus dat je lekker beslaat, je zit lekkerder in je vel, je merkt dus dat er verschil is in je lichaam, wat ook weer een psychologisch effect is. Dus ik denk dat het belang van trainen naast fysiologisch, en dus de shape van je lichaam dus, ook heel erg psychologisch werkt. Dat het ervoor zorgt dat je lekker in je vel blijft zitten. Ja. Dus dat is nog eventjes een kleine... Dat is heel veel. Nou, ja, maar even een toevoeging even eraan. En als je dit zit te kijken, je denkt het is overweldigend. Je hebt nu 2 opties natuurlijk als je wat vindt als je met onze zee wil gaan. Wij hebben samengesteld een grote database in de cloud online. Ja. Hebben wij Evolve Workout. En daar vind je alle oefeningen die je kan bedenken. Alles wat Frano net heeft verteld is er ook netjes in beschreven. Tot video's aan toe. Zodat je blessures kan voorkomen. Kant en klaar, maar ook persoonlijke 3 maanden programma's met alles wat je wil. Ja. Ik zet wel een linkje even hier beneden voor als je geïnteresseerd bent. Van de mensen, je krijgt altijd even een belletje van ons, zodat we kunnen afstemmen van wat jouw plan is. Dus alles is persoonlijk, ook al is het een inlogproduct. En daarnaast, als je begeleiding wil, kan je ook altijd bij ons terecht. Dus kijk even wat je wil. Zullen we nog even parafraseren of dat was hem wel uit? Nee, ik denk dus inderdaad het belang van trainen, dus om weer terug te komen naar de vraag van oké, ja, buikvet, om daar vanaf te komen, is eigenlijk gewoon minder eten. Voor zorgen dat je minder eet, goed beweegt. En dat je trainen juist weer wilt gebruiken voor de shape van het lichaam. Nou, op het punt dat jij je vetpercentage dusdanig naar beneden hebt gebracht in je gewicht, dat je denkt van oké, ik mag wel weer wat meer spiermassa aankomen. Dat je dus iets boven je onderhoud zit. Denk aan 100, 200 calorieën maar. Nog steeds lekker blijft trainen. Wel de juiste oefeningen doet. En 2-3 keer in de week dus de juiste oefeningen doet. En dat zorgt er uiteindelijk voor dus dat die summer body steeds meer gevormd wordt en steeds meer naar boven komt. Dus eerst vet verliezen, dat je er goed uitziet, in principe gewoon goed uitziet in principe. Vetpercentage is gewoon lekker naar beneden. En dan gaan we werken aan het shapen van het lichaam. Dus ik denk dat dat een hele goede is. Ik denk dat ze heel blij gaan zijn. Ja, dat is wel de bedoeling toch? Dat is wel de bedoeling. Yes, en blijf trainen, belangrijk. Blijf trainen. Blijf trainen. Oké. Okay. Ciao. Ciao. Vond je dit waardevol? Dan is dat het waarschijnlijk ook voor andere mensen. Dus deel deze video met je omgeving. Vergeet vooral niet te abonneren. En wat wij doen is dat we elke week 2 video's voor je gaan opnemen. Dus heb jij een dringende vraag of wil je echt iets weten? Laat het even weten in de comments en dan gaan wij het voor je uitvinden. Wat je ook doet, download sowieso ons gratis e-book Een Leven Lang Slank. Je vindt de link in de beschrijving hieronder. Vergeet ons ook eventjes niet te liken op Instagram. Volg ons op Instagram voor je dagelijkse dosis inspiratie en positiviteit. En dan zien we jou terug in de volgende aflevering.